met mijn neef. Wow. Wow. Het is helemaal uitklappen. I said it matches my personality. Het is een beetje Moulin Rouge. Ah, cute. $11 is deze. Scrub your lips, Emma. Oh, hey! Hallo! If I'm talking, nobody sees it. Watermelon and cherry punch. Wow, het ziet er echt heel goed uit. Goedemorgen, ik zit hier met mijn neef. Hoi. Gabo. It's from Gabriel. Ja. Ja. En ik heb hem vandaag voor het eerst ontmoet en we gaan nu naar de film. En we zitten in een cab, superleuk. En ik ga nog eventjes mijn eyeliner opdoen, want ik moest in een half uur me klaarmaken. Oh, you understand everything, yeah, of course. Yeah. Zijn moeder praat altijd geen geheimen. Zijn moeder praat gewoon altijd Nederlands tegen hem, dus hij verstaat alles. Net als Julia, die verstaat ook alles. En ik ben een beetje gehaast, ik moet nog dit aantrekken hieronder, want het is te koud. Ik heb mijn sokken nog in mijn tas zitten, want die hingen nog aan het wasrek. Maar, which movie are we going to? Little Women. Little Women. Huh? Oh, that's a famous movie and now it's new. It's new, yeah. Yeah, okay. Is it famous already? Okay. Dus daar gaan we naartoe. Ik ben heel benieuwd of het zeg maar echt een impressive bioscoop is of niet, maar we gaan het zien. Oké. Okay. Oh, by the way, this is your mom's. Oh, I look yeah. like an Easter egg. We zijn bij hier. Ik weet even niet precies waar dit is. En we zouden naar Little Women, maar er was alleen front row, dat wilden we niet. Dus nu gaan we naar Little Gems. En het is echt zo outside, moet je het kaartje kopen en zo. Dus oké. Okay. Hello. That's funny. Here you go. Here you go. Yes, oh, I have to show it here. You Why do we have three? One's a receipt. Oh. I smell okay, popcorn. Thank you. Oh, here's okay, so you're actually in theater 2 down here, but the previous showing is on for another 10 minutes. Okay. There are benches around the corner if you want to sit and wait there. Okay, sounds good. Thank you. Thank you. The ladies room. My friend is bringing up. This is kind of one of the more tame theaters. What's tame? Little Women, upstairs cinema 1. Okay, we zijn bij Dylan's Candy Shop. Yeah. Want de film begint nog niet. I want to buy this because it's 60% off. Watermelon cherry punch, oké. Okay. I like those. Me too. Ik hoop dus dat ze hier Oreos hebben. You can always ask. So. Oh. So much. This is like traditional style, like where you get to pick your own weight. That's, you also have that in Holland. Yeah, okay. Yeah. Is it special here? It's not common anymore. No? It's old fashioned. You see the stairs? Yeah. Whoa. Whoa. Oh my god. Oh, this is where I have to be. $5 for this. You gotta have that though. So it's expensive. How yeah, much? It's special. $5. Oh. I don't know. It's so much. That is insane. Oh my god, Dutch mints. It's not Dutch. No, not at all. Oh, thank you for bringing the Dropius, by the way. Oh, you're welcome. I should have brought more, actually. Nah, that's fine. Whoa. It's too expensive. I'm so Dutch, I can't buy this because that's it's $9. I just can't. I wouldn't. Your mom says I'm super Dutch with that, but I don't know, it seems intelligent. Yeah. Oh my god. Oh, we have this in Holland. This brand. Okay. Yeah. I've never seen it before. No? No. But I think you never go to places like this. Yeah. Okay, so we're in the bioscoop. And this is echt niet wat ik had verwacht, maar ook heel anders dan Nederland. Want het zijn echt. Kijk, dit is de zaal. Ik weet niet of jullie het zien. Het is niet zo heel groot, maar je hebt echt zieke beenruimte. Moet je kijken. Dit zijn zeg maar de stoelen en je kunt het helemaal uitklappen. Super chill. Het scherm is best wel klein. Wow. Oh. Oh my god, the entire chair changes? Wow. Now with our best plan, and everyone can see right through. It's so funny. Did I make it? Ik heb voor $3 bij een Mexicaanse foodtruck een taco gehaald. I'm so curious. You?
Oh. Huh? That's so weird. Did they give you a rated M? Yeah? Did you have to fill it yourself? Maybe. Oh. Maybe it looks good. Hallo jongens. Zij, nee, ik zet hem nu pas aan. Wij, wow, dit is wel vet. Kijk. Op beeld lijkt alles wat minder. Turn right on East 60th Street. Hier gaan we naartoe. Laatste avond van Chanukka. We zijn dus naar de film geweest. What did you think of the movie? It was okay. I think you're a good movie reviewer. Why is that? I think so. It was okay, feet, but would you recommend it? Arrive. I'd recommend it. I don't think it's like that serious or no. That. But the story keeps in your mind. It's not gone immediately. Yeah. Ja, we waren dus naar Anka Jams. Ik weet niet, ik ben ook even in slaap gevallen, want die stoelen lagen zo lekker. En toen heb ik net thuis nog bijna een hele vlog afgemaakt. Heel chill, even heel snel me klaargemaakt. Echt vet snel. Ik heb weer deze hoofdband op. En nu gaan we dus, zitten we in de Uber met de hele familie. Bijna. Julia bijna. Niet, maar die komt zo. Dan gaan we uit eten, want Cabo die was eergisteren jarig. Ja, ja. 29. Eergisteren. Nee, eergisteren. 29. Het bestaat niet hoor, eergisteren. The day before yesterday, he turned 29. Dus we gaan het eten, superleuk. En dan is het nog... morgen is het oud en nieuw. Woensdag ook weer even uit eten. En dan donderdag ga ik weer vandoor. Wow. Camera's beslag. Oh, er zit een vlek op mijn camera. Maar ik moet even snel filmen, want de fam is al weg. Oeh, waar is de fam? Waar is de fam? Hier. Wauw. Kijk maar even, ik kan het nog niet eten hoor. Maar nee. Sorry. Pretty. Dit vindt H heel mooi. Kroonlucht. Ja, dat H is heel mooi. Heel mooi. Wauwie. I like my headband. Ja, hier past het. Ja. Cute. I said it matches my personality. One of your personalities. Hallo. Daar is mijn familie. Dit is mijn outfit. Dan kan ik voor het eerst eens een keer een outfit filmen. Wat ik dus altijd draag, want ik heb bijna geen kleding blijkbaar. No thanks. deze vind ik zo leuk van mijn tante. Echt leuk. Nou, dit is de look. Best wel sexy eigenlijk. Ik heb geen spiegel, dus ik had geen idee hoe ik eruit zag eigenlijk. Oeh, hier is een betere. Leuk. I like my outfit. Mooi. Ik vind dit een beetje Moulin Rouge. Kleintje naast de grote. Oké. Leuk. Hallo. Again. We zitten bij Sean en English beneden in de plaza. Het is hier dus echt heel mooi. We zitten aan een hoge tafel. Een soort van bar, maar wel chillen. En mijn nichtje die komt er zo aan. En dit is het menu. Oeh, ik zie hele lekkere dingen. Kijk even wat voor cocktails ze hier hebben. Mijn neef neemt die onderste. En ik neem de pear and ginger snap. En mijn oom en tante nemen wijn. Maar ik ben zo benieuwd hierdaar. Oh my god, maar het is zo duur. Het is altijd lastig als je getrakteerd wordt. Dat is zo duur, maar dat is super lief. Ze hebben echt hele lekkere dingen. Maar ook echt dingen die ik nog nooit heb gezien. Heel bijzonder. Lijkt me echt allemaal heel lekker. Ah. Toen zag ik dat het een sneeuwweg. Ja, de eerste wat? Sneeuw van het jaar werd hij geboren. Ah, dat is zo cute. En ik zag buiten de auto's gaan en ik dacht, de wereld gaat gewoon door en ik lig hier leven te gaan. Ja, oh je eerste. Heel raar.
brother and sister. Yeah, he was in my vlog today. We went to the cinema. When he puts his hair like this, he will get so famous. He just did it, but he doesn't like it. Yeah, well. Oh my god, my drankje. You have nothing in my cocktail? I think maybe a little bit. I got really nauseous on the train. I don't know. Now when I check in, I get really nauseous. Oh, no. Yeah, it's not good. Oh my god. It's a sugar ginger. Oh. Is he kind of fair? What? Is he kind of fair? Nobody showed up. Stay healthy. So nice to meet you. Does he like this? Hello. Hey, yay. Family. The vlogging girl. The vlogging girl. How is your cocktail? Is it spicy? Oh, mine is good. But I feel the alcohol already. Yeah. Hallo. Ik heb nu meer dan een week niet gedronken, dus al voel je het wel. Oeh la la. Ja, het fell. Morningstar meat, ground beef in it. This food is so good. I want to try everything. Oh, the photo. Oh my god. Oh my god. Yeah? Do you want to get the lobster top salad? But sure, okay, great. This is healthy. Is this fried cauliflower? Yeah. Oh my god. I'm going to try this too. Ik heb een salade met watermeloen, ik weet het niet meer, en gerookte feta. Ik weet niet waar die is, ik denk onderop. Of zo, maar best wel gezond. Dit is een soort van tempura van bloemkool, het is echt geweldig. Zo lekker. Wauw. We hebben echt heel veel eten. We hebben allemaal salades. Ik heb deze, is too much. It's a lot of salad, it's healthy. Thank you. Maar die salade is heel hard, zeg maar. Heel stevig. Ja. Dat was echt heel leuk. We zijn naar huis gelopen, dus heen de Uber. Teruggelopen, echt super chill. En nu ga ik even chillen. Ik ga heel misschien in bad. Ze hebben zeg maar zo'n lage douchebak. Een soort van een laag bad. Vandaag was er een schoonmaker. En nu is het bad helemaal schoon. Dus ik denk misschien wel in bad. En een beetje op tijd slapen. Want ik word altijd heel vroeg wakker. En morgen uit. Dus ik wil wel fit zijn. Ik ga in bad. Nee. Ik niet van glitter, hè? Ik wil bad niet vies maken. Luxury blush touch. Ja, man. Heb ik al een keer gewoon gegeten. Oeh, en ineens kan ik gewoon in bad. Hoeveel is dat? Very nice. Oké, mijn nicht heeft koffie voor me meegenomen, maar ik trof haar bij de deur beneden. Ze zei, wil je ook? Baking it local. Dit is van Orwashers. En zij is echt een local hier, dus het zal wel lekker zijn. Oeh, wow, het ziet er echt heel goed uit. Oh. Vaak heb je zoveel betere dingen dan een Starbucks bijvoorbeeld. Wauw. Dit is heel lekker. Mmm. Heel erg chill. Oh my god. Ik heb weer iets besteld, want ik was te nieuwsgierig. Ik vind het te leuk. En vanavond gaan we uit, dus ik ben heel lui. En waar heb ik besteld? Het was zeg maar omdat mensen al iets bestelden, kreeg ik gratis bezorging, omdat het in de buurt was. Dit. Super goedkoop. $11 is deze box, zeg maar. En ik heb een soort van dumplings. Ik zit hier ook echt als een soort van student op de grond. Ik kan ook gewoon boven gaan zitten, maar ik vind dit leuk. En met bruine rijst. En shiitake en edamame. En superveel. Hallo, het is al super laat. Ik ben echt heel kort eruit geweest. Ik heb heel veel gewerkt, echt gechilled. En helemaal niet veel geslapen, wat super stom is eigenlijk.
Ik wou nog een powernap doen, maar het is nu 4:15 en we gaan... Over 4 uur zijn we al weg. Ik ga nu naar de queue. Dan ga ik naar Herald Square. Daar was ik volgens mij de eerste dag. Dat vond ik het heel leuk. Ik dacht, misschien vind ik nog wel een feestjurkje. Want ik heb dus thuis heel veel feestjurkjes. Maar ik dacht... Ik heb trouwens veel te veel poeder op. Ik dacht dat ik niet uit zou gaan. Maar ik heb zoveel saaie kleren bij me. Dus ik hoef niet echt iets te doen. Maar ik dacht, om nu nog 4 uur lang binnen te zitten is gewoon te lang. Dus ik ga er nog even op uit. Morgen kan ik er ook nog even op uit. Morgen gaan we lunchen. Ik wilde dus mijn oom en tante trakteren. Maar mijn neef, nicht en haar vriend gaan ook mee. Dus ze zeiden, nou, dan hoef je echt niet alles te betalen. Maar wel super leuk dat ze ook allemaal meegaan. Maar ik wilde gewoon een soort van bedankje, weet je wel. Maar het is zo duur hier. Dus ze gaan nu even reserveren. Dat is waar we toen falafel hadden gegeten. Dat was heel lekker, ook niet zo heel duur. En... ja, en ik kan donderdag voor ik wegga, dan gaan mijn oom en tante gaan upstate. Dus dan ben ik... Zijn ze al weg, maar dan hoef ik pas in de avond te vliegen. Ik kan ook nog die dag dingen doen, maar ik vond het wel leuk om nog even op stap te gaan. En je hebt zeg maar Herald Square, de Halter Forest Times Square. Dan heb je iets anders. En dan heb je Union Square. En die drie dingen vind ik allemaal super leuk. Dus ik dacht, ik kan ook helemaal terug lopen, want ik hou zo erg van het bewegen hier. Maar ik denk dat ik dan misschien een tijd nat kom. Ik heb wel een beetje mijn haar gekruld. Dus in principe hoef ik alleen maar mijn ontkleden, make-up... te doen. Maar no thanks. Wordt hij boos, oké. Okay. Kom binnen. Het is precies 6 uur, oftewel precies 12 uur Nederland. Happy New Year. Het was te druk om te filmen. Het was niet normaal. Ik ben bij Pick a Bagel geweest voor het eerst. Dit kostte $10. Ik dacht dat ik een goedkope optie had. Ik had de gezondste bruine bagel met tonijnsalade. Dan zo uit, ik krijg 2 halve. Dat is wel echt veel en goed, maar ik vind het niet heel bijzonder. Maar voor Amerika is het wel goed, denk ik. Nu heb ik 1,5 uur. Dus ik ga even chillen. Klaarmaken, mobiel bladen, dat soort dingen. Ik dacht, ik ga Haan niet bellen. Ik heb hem wel een bericht gestuurd, maar ik zei, je bent druk, dus ik zal je niet bellen. En toen belde hij mij daarna. Hij had mijn berichtje niet gezien. Dat is nou leuk, een man die je belt. Op je verjaardag of oud en nieuw, dat soort dingen. Dat vind ik altijd echt belangrijk. Vind ik heel leuk. En toen belde papa. Via mijn tante. Zei ik, moet echt opschieten. Dus ik ga nu snel opfrissen. En dan ziet dit er straks een stuk beter uit. Ik ga in bad met deze badolie van Lush. Ruikt super lekker. Een beetje kerstig. Het is een kerstsoep. Even kort. Lekker huid opfrissen en zo. Even chillen. Een half uurtje. Dat vind ik zo chill voor je huid. Je ziet het nu niet, maar het is zoveel mooier als je make-up op dit moment echt helemaal clean. Dit is before. Het is echt verschrikkelijk. En ik vind het zoveel chiller als je niet thuis bent, heb je zoveel minder tijd nodig om je klaar te maken, omdat je niet afgeleid wordt. Net als wat ik laatst zei toen ik bij haar was. Ik was zo snel bij Lot, omdat ik thuis heb gewoon heel veel te doen. En hier kan ik gewoon chillen. Dus dat is best wel chill. Om het even uit je huis te zijn, eigenlijk. Vergeet je lippen niet te scrubben. Oh, deze camera is slecht. Ik ga deze dus meenemen. Die past in dit tasje dat ik heb gekocht bij de H&M. En ik moet echt veel make-up op. Maar als ik straks bij iemand bezig ben, dan zie ik er altijd beter uit. Omdat ik er wel meer wakker ben. En ik ben nog niet echt. Scrub your lips, Mabba. Mijn ogen worden gewoon niet wakker. Maar dit is oké. De tasje kocht ik dus net bij de H&M. En dat gebruik ik dan nu als riem. En ik denk dat deze camera er wel in past. Is wat kleiner dan die ik altijd gebruik. It's harder. Ik twijfel eens over deze. Ik wil dit vastlijmen, dan is het leuk. Anders ben ik altijd te schattig. Ik wil niet schattig zijn. Ik wil niet schattig. Maar ik vind een haarband dus heel leuk samen met mezelf. Maar kijk, daar mist gewoon iets als ik geen haarband heb. Dus ik wil die haarband, maar ik wil lijm. Mijn tante is al weg als ik heb hem niet gegrept of ze lijm heeft. Ik denk het niet. Ik heb het helemaal stijl geprobeerd te maken met heel veel spul. Dat het alleen hier krult. Zie je, dit is een beetje afknippen. Zonde, maar als het €10 vind ik het best wel duur om te verpesten. Miep, miep. Oh my god!
Okay, dus we waren net in een bar en er was ook een vrouw die zeg maar ging dansen en geld. En nu gaan we naar. En nu gaan we naar. That's true. Oh, can I buy the Red Bull or is it too much? Yes, yes. Okay. Oh, we're going. Ja, nu gaan we naar. Nu gaan we naar Ellie's house party. En ik ga even Red Bull halen. Mijn nieuwe vriendin. That's true. No. Yeah, that is. No, you did it all for me. Thank you. Can I film you? Doing what? In my vlog? Sure. Yeah, everybody says yes here. Thousands of followers. This is the boyfriend of my niece. His name is Alex. Give her a kiss for the vlog. Oh, hey! Hello! That's so funny. I thought, hey, I know him. I know. That's so funny. Then we went back to the house. Oh, that's a cute moment. Kijk jongens, deze Red Bull. Oh, this camera is so bad. I brought it because it's small. I never use this camera. Oh, this is really 2 for $6. That's super cheap. Yeah, it's great. Oh yeah, hello. What's going on? 4, 19, 5. We've never seen top cycles before. This is genius. Yeah. This is cool. It's oh. What are people stealing? Oh my god. That means. We thought it was to close the bottle because it's so big. Well, we thought it was awesome. It was like reusable, like a sippy cup. No, but you could open it. Nah. Wait, imagine. People care that much about Red Bull that they're like really. So crazy. Now I'm so disappointed. Me too. But like really. I now I don't want it anymore. You have a store card or phone number for Friday? Yeah. I have maybe a phone number we could try. This is the first time I see a mirror because I don't know. There are no mirrors in your house. Yeah, only for your face. Oh, yeah. Full length mirrors. This is my, I don't know how to call you. Me? What? Associate. This is my associate with his really nice pants. Everybody compliments him. Everyone loves it. Oh, I'm filming. This is my cousin or niece, I don't remember. So, she's my niece. Who thought it with you? Are you a cousin or niece? Cousin. How do you, who says you cousin in Nederland? Nichtje. It's a Dutch word. Nichtje. 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 I forgot my phone. Okay. So I walk into the room like, hello, I'm new and I'm filming everything. No. Everyone like natural. No. There's a bit of a New York huisfeest and it's best wel erg zoals in the films eigenlijk. Beer pong and wat dacht ik nog meer. Het ziet er best wel leuk uit, maar het is zo donker. Cute. Heel leuk die tasje vandaag bij H&M gekocht is. Deze zijn Forever 21. Nice. You keep on talking, nobody sees that I'm filming. La 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 la. Daarom gebruik ik hem ook niet. What's L? Is that lava? Zero? Should be lava. Oh yeah, okay. Goodbye. Happy New Year.
Wow. Okay. In ieder geval, het is 1 uur 's nachts. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Maar voordat we uit zouden gaan, als we uitgaan, duurde het nog wel even. En ik was echt aan het inkakken en ik heb vandaag echt 2 grote rippels op en alsnog kak ik in. Dus ik dacht, wat heb ik liever? Dat ik nu nog wacht en inkak en dan mezelf verplicht om uit te gaan of ik ga lekker naar bed. Want het is ook super warm in New Yorkse huis, dus ik was helemaal ingekakt, dus ik wilde lekker naar buiten. En dan ben ik lekker om 2:30 in mijn bed. Morgen gaan we nog lunchen, dan heb ik ook nog wat aan mijn tijd hier. 2 drankjes op met alcohol, weet je wel, dus geen kater, dat is veel beter. Het was super leuk, ik had natuurlijk niet het gevoel van mensen van wie ik hou een gelukkig nieuwjaar wensen. Maar ik vond het heel leuk om wat time te spenden met mijn nicht. En haar vriend, die is ook ontzettend leuk. Ik heb geen idee of ik goed loop eigenlijk. Het voelt wel vet dat ik gewoon de keys heb en nu gewoon zelf naar huis ga. Ik hou ervan, ik vind het leuk. Dat was echt super gezellig. Ik heb wel echt een Amerikaans huisfeest meegemaakt, want het ging flink los daar. En met American Cups en een beetje Amerikaans food en zo. En het is letterlijk, volgens mij is het 1 block deze kant op en 1 block die kant op. 1,5. Het is zo dichtbij. Ik dacht, ik maak gewoon een keuze om huis te gaan. Daar ben ik blij mee. Jee, wat heb je en lol gehad. En je bent morgen gewoon weer oké. En ik heb heel veel zin om haar te zoenen. Om een gelukkig nieuwjaar te wensen. Maar dat kan pas over een paar dagen. En ik heb hele leuke foto's. Want daar ben ik blij mee. Met mijn nicht, met mijn neef. Met haar beste vriendinnetje die het feest gaf voor op Instagram. Dus een, ik heb natuurlijk helemaal geen foto's gemaakt hier. Maar ze zijn echt heel leuk geworden. Dus die kan je op Instagram zien. Die ga ik zo online zetten. En dan is het 7 uur 's ochtends in Nederland. En dan slaapt iedereen waarschijnlijk nog. En mijn vlog komt gewoon over 1,5 uur online. Dat is ook bizar. Maar oké, ik weet niet wat ik allemaal aan het zeggen ben. Super leuk dat mijn Düsseldorf vlog nu al online komt. Ik ben echt, ik heb 3 vlogs geëdit in New York. Dus dat vind ik wel goed voor mezelf. Dus even je duimpje omhoog daarvoor. Doei!